De Zo Word Je Steenrijk podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nestor Smart Finance, Financiering Regelen en Era Focus Makelaars. Je komt hier aan mij advies vragen, maar volgens mij kan ik ook een hoop van jou leren. Het heeft me altijd gewoon heel erg geboeid, dat vastgoed. Vind ik erg leuk. Het egocentrisch zijn in de goede zin van het woord is denk ik heel gezond. Ja, of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu in Zo Word Je Steenrijk. Welkom bij weer een nieuwe, gloednieuwe aflevering van de Zo Word Je Steenrijk podcast. Mijn naam is Martijn van den Berg en ook vandaag hebben we weer een fantastisch leuke en inspirerende gast voor jou. Hij is vader van 4 kids. Desondanks is dat nog niet genoeg en hebben ze besloten om daarnaast ook pleeggezin te zijn en te worden. Hij is ondernemer en geeft belastingadvies. Hij is vastgoedinvesteerder. Hij heeft een heel erg groot netwerk en vindt het hebben van een groot netwerk ook heel erg belangrijk. Hij is voor mij een van de voorbeelden voor het ideale leven en de juiste balans tussen werken en privé. En hij wil graag samen de wereld een stukje mooier maken. Isa Koppiant, van harte welkom. Dankjewel Martijn, voor de uitnodiging. Ja. Leuk om hier te zijn. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Je zei dat de studio in het echt een stuk kleiner is dan je dacht. Klopt, ja. De camera die vertekent soms wat. Een goede wide shot. Absoluut, absoluut. Ja. Nou, daar zit je dan op het gouden bankje. Het gouden bankje, mooi. Ja. Ben je steenrijk, Isaac? Ja, vind ik een hele goede vraag. Ik vind mezelf wel steenrijk, ja. Ja. Vertel. Ja, waarom ben ik steenrijk? Ik ben gezond. Mooi gezin, 4 kinderen, die groeien op. Ik kan er enorm van genieten. Als je thuis komt en ze komen naar buiten gerend. Hé, papa is weer thuis. Weet je, dat zijn van die kleine dingen, maar die zijn onbetaalbaar met geld. En ik heb een lieve vrouw, we zijn al bijna 20 jaar samen. Een mooi netwerk om ons heen. Vrienden, inspirerende mensen. Dat noem ik steenrijk. Ja. Mooie definitie. En daarnaast in financiële zin ook in de stenen als vastgoedbelegger. Ja, letterlijk in de stenen, ja. Ja, dat klopt. Letterlijk steenrijk. Ja, letterlijk steenrijk. In die zin, we hebben 10 jaar geleden, mijn compagnon en ik bedoel ik daarmee, eigen bedrijf gestart. Daar heel veel focus op gehad de eerste 5, 6, 7 jaar. Ja. En het is nog steeds een hele belangrijke inkomensbron voor me. Sinds 2018 wel begonnen met zelf investeren in vastgoed. Daarvoor al nagedacht over van, wat wil ik op lange termijn? Ook financieel bedoel ik dan, hè? En ik zag ook bij relatie van mijn bedrijf dat er heel veel mensen in het vastgoed zaten. En dat werd ook steeds meer. Het heeft me altijd gewoon heel erg geboeid, dat vastgoed. Vind ik erg leuk. Ja. Even los van het rendement. Ik vind het leuk om van iets ouds en lelijks, waarvan iedereen zegt, wat moet je ermee? Om dat te transformeren naar iets heel moois. En dat ze zeggen, wauw, wat is dit gaaf geworden. Dus het is een stukje toegevoegde waarde leveren op vastgoedgebied vind ik enorm leuk. Ja. Laten we even beginnen bij dat bedrijf. Hoe ken je je compagnon? Is dat een oude vriend? Of? Ja, oud collega van mij. Ja. En wij leren elkaar kennen in 2012. 2013 moet ik goed zeggen. De tijd gaat hard. Wij gingen samen veel op pad. We hadden een klik. En niet alleen op zakelijk gebied, maar ook op persoonlijk gebied. Qua waardes, qua... Kijk op het leven, ja, definitie van succes, wat vinden we belangrijk en we vulden elkaar heel mooi aan. En ik had voor mezelf al heel lang het idee van ik zou graag een stap willen maken als zelfstandig ondernemer. Maar ik had 2 voorwaarden gedefinieerd voor mezelf, heel helder neergezet van ik wil een extern klantenpakket over kunnen nemen. Want ik wil niet afhankelijk zijn van de relatiebeding van een werkgever of wat dan ook. Nee. En ik wil een goede compagnon op accountancygebied. Ja, die 2 dingen vielen echt in elkaar. Dat kwam samen en ik dacht, ja, het is nu of nooit. Ja. Gas erop. Mooi. En ondertussen een mooi bedrijf opgebouwd. Zeker. 10 mensen in dienst. Ja, wij werken met een groep van 10 mensen ongeveer. Ja. En welke ruimte zou, want dat is op het gebied van belastingadvies. Klopt, ja. Voor ondernemers, maar ook voor vastgoedbeleggers. Zeker. Welke ruimte zagen jullie dan nog in de markt dat jullie dachten van nou, dat kunnen wij wel beter of anders doen. Daarin kunnen we ons wel onderscheiden.
Ja, ik denk dat je als ondernemer, zeker als je voor jezelf begint, maar ook als investeerder, moet je toch een beetje eigenwijs zijn. Ja. En ik denk eigenwijs wordt wel eens gelabeld als een misschien niet zo positieve eigenschap, maar ik vind het een hele goede eigenschap. Zeker. Mits je coachable en teachable blijft. Hè. En ik heb van mijn businesscoach ook geleerd van eigenwijs is niet meer dan eigenwijze, hè, dingen op je eigen manier doen. En dat zet het een heel ander perspectief. En dan even terug naar jouw vraag van wat kon ik op dat moment of wat kunnen wij toevoegen? Ik had het idee van, joh, ik wil dat heel graag op mijn eigen manier inrichten, zo'n bedrijf. Ik wil graag een hele persoonlijke benadering, laagdrempelig. Niet per se een stropdassencultuur, maar gewoon echt dingen op je eigen manier kunnen doen. Maar wel vanuit twee dingen. Een relatie met de klant, dus een langdurige relatie met de ondernemer. Waar komt hij vandaan? Waar staat hij nu? Waar wil hij naartoe? Dus dat intermenselijke vind ik super interessant. Dat vind ik misschien wel het mooiste van het vak. Ja. Maar daaraan toe voegen wij een stuk expertise van je staat nu hier en je wil daar naartoe. En ja, dan vind ik het een enorme uitdaging om complexe vraagstukken te vertalen in Jip en Janneke taal. En daar echt een goede oplossing voor te bedenken. Ja. Dus op jouw eigen wijze groei je eigenlijk met zo'n ondernemer of zo'n vastgoedinvesteerder mee tijdens hun reis. Ja, en het mooie is het super leerzaam. Hè? Want je ziet ondernemers die enthousiast zijn en die gaan vol op hun bek. Nou, dan, daar leer ik ook heel veel van als adviseur. Maar ik zie ook ondernemers die stampen binnen no time een enorm succesvol bedrijf de grond uit. En daar kan ik natuurlijk enorm van leren. Die komen van mij aan tafel bij advies. Vervolgens bouwen ze in 3, 4, 5 jaar een onderneming op die ze voor miljoenen verkopen. Ja. En denk van, hey, je komt hier aan mij advies vragen, maar volgens mij kan ik ook een hoop van jou leren. Ja. Dus dat vind ik een hele mooie win-win. Dus soms word jij ook klant bij jouw klanten. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja, absoluut. Want wat is dan hetgeen wat jij veel in die markt zag? Je zei al een paar dingen van, stropdassencultuur. Ik wil graag dingen in Jip en Janneke taal begrijpbaar maken. Mm-hmm. Hoe is de standaard, de traditionele wereld, zeg maar, van het belastingadvies? Ja, ik denk dat dat ook wel veranderd is de laatste jaren. Zeker, het hangt misschien wel per regio af. Zeker de regio waar wij wonen, of waar ik woon, in Zeeland. Maar goed, van origine is de accountancy wel een beetje een stropdassencultuur net te pakken. Dat wekt dan vertrouwen op, naar men zegt. Ja, dat is allemaal prima, maar ik pas daar gewoon niet in. Als ik gewoon naar mezelf kijk, dan denk ik van, weet je, ik wil gewoon vrij zijn in hoe ik me kleed en wanneer ik werk, waar ik werk. En niet in een keurslijf van 9 tot 5. Vinden veel van jouw klanten dat ook een verademing? Dat ze zeggen van, goed, ik was dit gewend. Wat fijn om te zien dat het ook zo kan. Ja, dat hoor ik wel terug. Het is heel leuk. We bestonden recent 10 jaar ons bedrijf. En dan kreeg ik een mooi boek met allerlei verhalen van klanten daar ook in. En dan lees je ook terug van, als ik met die man aan tafel zit, heb ik altijd het idee dat ik in de kroeg zit te praten. Maar ondertussen hebben we het toch over hele serieuze dingen. Dus dat vind ik echt een heel mooi compliment. Ja. Mooi compliment. Ja. Ja. Wat zijn veelgemaakte fouten die jij ziet op het gebied van belasting? Zowel voor ondernemers, maar misschien ook voor vastgoedbeleggers. Ja, ik denk toch beginnen zonder enige vorm van kennis of voorbereiding. Er komen soms mensen naar me toe die hebben al panden aangekocht. Het zij in Nederland, het zij in het buitenland. En dan gaan ze zich vervolgens afvragen van, hey, zit ik in de goede structuur? Dat geldt natuurlijk ook voor het starten van een onderneming. Je kan natuurlijk in één keer het diepe springen. En daar ben ik absoluut voor. Hè? Want dan laat je absoluut niemand jou tegenhouden om je dromen, je visie en talenten, om die te gaan verzilveren. Want die zijn niet voor niks in jou gelegd. Ja. Dus ik begrijp dat enthousiasme heel goed. Hè? Ik bedoel, dat zit ook zeker in mijn karakter. Ik ben geen twijfelaar. Als ik een kans zie, dan spring ik erop in. Maar ja, doe dat niet te ondoordacht. Hè? Je kan beter van tevoren eens een keer een kennismakersgesprek doen. Of een expert inhuren. Hetzelfde als iemand begint met investeren in vastgoed. Je kan natuurlijk een pand kopen wat je voorbij ziet komen, toevalligerwijs. Maar ik denk dat je heel veel ellende en fouten voorkomt. Door samen met een coach, bijvoorbeeld met mensen van Vrijheid Vastgoed, te kijken. Wat is je situatie, waar wil je naartoe? En welke strategie past daarbij? En dat is natuurlijk met de fiscaliteit niet anders. Ik kan soms dingen achteraf repareren, maar soms ook echt niet.
Nou ja, dus er komen vaak mensen, ondernemers, maar ook vastgoedbeleggers bij jou. Die hebben dan al bepaalde dingen gedaan. En dan wordt er van jou verwacht dat jij dat wel even recht breidt. Dat is voorgekomen, ja. Ja, ik ken ook ondernemers die zaten bij een kleiner boekhoudkantoor. En dat is prima, hè. Zet iedereen in zijn kracht, zeg maar. Maar ja, als je dan zonder enige vorm van kennis een hele structuurwijziging gaat doen en je gaat er een BW-structuur voor maken, achteraf komt de fiscus die zegt, nou, dat is heel leuk die nieuwe structuur, maar dan kost je toch echt 2 ton aan belasting, want dat is niet goed geregeld. Ja, daar kan ik op het duur ook niet alles meer aan redden. Dus het is soms redden wat het te redden valt, maar dat is natuurlijk niet het pad wat je wil bewandelen. Dus gewoon een goede gedegen voorbereiding, verzamel de juiste mensen om je heen en dan gas op het realiseren van je visie en je dromen. Dat is de goede volgorde, denk ik. Ja. Dus eigenlijk meteen een tip, of je nou wil gaan ondernemen of wil gaan vastgoed beleggen, betrek jullie eerder in het proces. Ja, absoluut. Ja, verzamel de experts om je heen die je nodig hebt. Absoluut. Ja. 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 Het netwerk is super belangrijk. Je kan nooit zelf alles weten, is ook helemaal niet nodig. Maar als je mensen om je heen verzamelt die het wel weten en die je kan vertrouwen, dat is echt goud waard. Over tips gesproken, heb je dan nog een paar praktische tips voor de ondernemers en de vastgoedbeleggers die nu luisteren? En dat zijn er veel. Ja, het is natuurlijk, box 3 is bijvoorbeeld een hot item. Hè. We zitten toch in een periode dat er veranderingen aan zitten te komen. We zitten nu in een soort overgangsrecht. Ja. Wat ik wel merk is dat sommige mensen dat nog niet goed hebben doorgerekend. Hè. Dus ik zou altijd zeggen van, kijk goed waar je nu staat in box 3. Bijvoorbeeld als je daar je belegging hebt geallockeerd. En wat kun je daar nog aan doen om zeg maar je vermogen op papier te verlagen. Dat kan door bezittingen elders onder te brengen. In een BV, in een eenmanszaak. Dus dan verschuif je vermogen van box 3 naar box 2 of box 1. Of dat je juist wat schulden vermeerdert in box 3. En dat kan ook door schulden te allokeren. Je kan soms je eigen woningsschuld door de voorwaarden te veranderen overhevelen van box 1 naar box 3. Ik zeg niet dat dat de passende oplossing is. Dat blijft maatwerken. De een heeft hem veel liever in box 1, de ander in box 3. Maar ook dat is eigenlijk weer, ga met een expert in gesprek, kijk waar je nu staat en kijk vervolgens wat je daarin kan optimaliseren. En naar toekomstige investeringen natuurlijk ook. Als je van plan bent om te investeren in vastgoed of dan Nederland of buitenland is. Kijk goed van waar allokeer ik zo'n investeringen. Zet ik die nog steeds in box 3? Ga ik misschien via een BV-structuur investeren? Ja, en ook op lange termijn, hè, want box 3 gaat een keer veranderen. Dus neem dat mee in je overwegingen. Ja, voor de mensen die dat gemist hebben, hoe ziet het er nou uit dat het nu gaat veranderen en wanneer zal dat ongeveer zijn? Het plan nu is dat er vanaf 2027 een heffing komt op daadwerkelijk rendement. Ja. Maar goed, het plan is ook dat er pas een concept wetsvoorstel komt in de zomer van 2024. Dus... Er is nog niet eens een concept wetsvoorstel. Dan komt er een concept wetsvoorstel. Moet nog de Kamers door. En dan loopt natuurlijk ook een hele kabinetsformatie doorheen. Die daar mogelijk ook weer invloed op kan hebben. Ja. Dus het is allemaal nog vrij prematuur om te zeggen. Oh, we gaan toe naar een heffing op werkelijk rendement. Dat roepen ze al 10 jaar volgens mij. Maar het systeem is ook nog 10 jaar niet klaar voor. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En de Belastingdienst kennende is het aannemelijker dat het 2028, 2029 gaat worden dan 2026, toch? Ja, absoluut. Dat denk ik wel, ja. 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 Ben jij daar voorstander van? Dat er, hè, de box 3 was natuurlijk altijd de feestbox, de box van de rijken, noem het allemaal maar op. Nou, het is iets minder feest. Absoluut. Ja. Maar dat er belast gaat worden op basis van daadwerkelijk rendement, valt naar mijn mening wel iets voor te zeggen. Ja. Toch werd er vaak ook gezegd van ja, het is te complex. Dat vind ik dan altijd bijzonder. En jij ook, dat heb ik je eerder horen absoluut, zeggen. Want, ja. Ja, waarom zou je wel dat in een BV bijvoorbeeld kunnen doen, maar niet in een box 3? Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, dat laatste zeker waar is ook heel bijzonder. Dat als ik een eenmanszaak begin, moet ik gewoon mijn omzet aangeven en bonnetjes bewaren. Ik doe aangifte op basis van werkelijk rendement. En op het moment dat het over vastgoed in box 3 gaat, dan zou dat in één keer systeemtechnisch niet te realiseren zijn. Dat vind ik heel bijzonder. En het is ook bijzonder dat we ongeveer het enige land in de wereld zijn dat rekent met zo'n systeem op basis van fictieve rendementen. Dus het feit dat het systeem dat niet aan kan, dat is toch wel eigenlijk bijzonder te noemen. Hey, je vraag was van, vind je het terecht dat we toegaan naar een heffing op werkelijk rendement? Ja, ook daar kun je tegenaan kijken. Ik denk in de basis is het... in orde, zeg maar, om te kijken naar werkelijk rendementen. Gaat dat wat beter, dat je dan misschien wat meer afdraagt. Ja, je kan ook weer zeggen, joh, ik investeer met geld waar ik al een keer belasting over heb betaald. Dus het is belasting op belasting, weet je wel. Het is toch
ik ontsnap zich ook niet helemaal aan de tendens, aan de indruk dat je bijna gestraft wordt als je wat conservatiever in de wedstrijd zit. Dan bedoel ik mee, joh, je verdient geld en ik zet een deel apart voor later. Ik ga ermee aan de slag, ik ga ermee investeren. Terwijl als ik alles opmaak, dan betaal ik nog één keer misschien omzetbelasting over mijn uitgaven en dat is het dan. Ja. Terwijl iemand in loondienst, die bouwt ook vermogen op. Alleen niet in box 3, maar in een pensioenfonds. En ook die pensioenfondsen zijn investeerders in de woningmarkt. Dus het ligt toch allemaal wat genuanceerder dan om te roepen. Oh, werkelijk rendement is altijd heel rechtvaardig of zo. Ja, en die tussenperiode waar we nu in zitten. Ja, die percentages, daar valt ook wel wat over te zeggen of van te vinden. Hè? Want dan denk ik van, nou ja goed, de rendementen die je volgens de overheid of volgens de Belastingdienst maakt. Of de percentages waar zij geld voor kunnen lenen. Ik krijg graag het adres van die bank. Ja, helemaal eens. Ja. Ja, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. In 2023 ging de Belastingdienst ervan uit dat je 6,17% netto rendement maakt. Netto rendement, ja. En voor 2024 wordt dat 6,04%. Dat wordt je geacht netto aan rendement te halen. Maar er zijn natuurlijk genoeg investeerders die er belangen aan niet halen. Ja. Als je in landbouwgronden zit, staatobligaties, maar ook in vastgoed. Als je alle vaste lasten en onderhoudskosten, et cetera, meerekent. Risico's van leegstand, wanbetaling, al die dingen meer. 6,04% haal je echt niet in alle gevallen. Terwijl je daar wel op wordt aangeslagen. En 2024 betaal je daar 36% belasting over. Ja, dat is fors. Ja, dat is grof. Ja. En nu we dit opnemen, zitten we eind 2023. Als dit uitgezonden wordt, begin 2024. Mm-hmm. Heb jij het idee dat dit wel al helemaal geland is bij de vastgoedbeleggers en de mensen die veel vermogen hebben in box 3? Of gaat begin 2024 bij heel veel mensen er een grote, minder leuke verrassing in de vorm van een blauwe envelop op de mat? Ja, ik denk dat je die ook echt nog hebt, een hele grote groep. Ja. Ik denk dat het onder de luisteraars van deze podcast mee zal vallen. Want dat zijn mensen die zich verdiepen in de materie, die zich proactief inlezen, die kennis willen opdoen. Maar ja, ik zie toch ook zeker onder de misschien wat oudere garden die het allemaal wel geloven, die al gearriveerd zijn. Die vaak geen schulden, geen hypotheken. Klopt, hebben. Ja, klopt. Of in veel mindere mate, die waar het allemaal wel doorhobbelt voor hun idee. Ik denk dat die zich enorm blauw kunnen schrikken van vandaag in 2023, die ze dan één deze dagen gaan doen, ja. Ja, en die fotomomenten die zijn al geweest, hè? Op 1 januari 2023 en 1 januari 2024. Daar absoluut. Kan je niks meer aan veranderen of absoluut. Doen. Absoluut, ja. Daar kun je vrij weinig tot niks aan veranderen, dat klopt. Ja, dus ja. Nou ja, mocht jij tot die groep behoren, zorg er wel voor dat de komende foto's die gemaakt worden er dan beter uitzien. 100%, ja. Wat verwacht jij dan dat de reactie gaat zijn? Want er wordt door veel mensen voorspeld dat er een massale uitponding gaat plaatsvinden. Als mensen zo schrikken dat ze denken van, oh ja, dan is dat vastgoed niet meer interessant. Dan ga ik maar verkopen. Verwacht jij dat ook? Nou, ik denk wel. Dat zie je natuurlijk nu al in de markt. Hè, dat huurwoningen die vrijkomen, dat die in sommige gevallen wel uitgepond gaan worden. Op dit moment is nog niet zeker of die middenhuur doorgaat. Hè? Misschien bij de uitzending wel, maar dat hangt natuurlijk ook nog boven de markt. Dat soort zaken kunnen er wel voor zorgen dat mensen toch sneller kiezen voor uitponden. Hetzelfde geldt voor het afschaffen van die tijdelijke huurcontract. Ik zie toch in mijn belastingadviespraktijk mensen die zeggen, ja, maar als die dan vrijkomt, dan zou ik toch misschien wel eerder gaan verkopen. Terwijl had je me dat 3 jaar geleden gevraagd, had ik daar, ja, was niet eens een optie geweest in mijn hoofd. Maar goed, het effect daarvan. Ik denk dat de effect op de prijs heel erg mee gaat vallen. Want het spreidt zich sowieso over een aantal jaren uit. Hè. Het is niet dat die huurders allemaal op 1 juli 2024 vertrekken. Dus het gaat zich sowieso over een langere periode uitspreiden. Over het algemeen zie ik dat mensen die investeren in vastgoed en willen verkopen, dat doen op het moment dat het pand is vrijgekomen. Dus ja, ik denk dat het effect op die totale woningmarkt zal wel meevallen. Omdat je leeg doorgaans meer krijgt voor een woning dan in verhuurde staat. Ja, op dit moment wel. Misschien was dat 3 jaar geleden ook anders, maar in de huidige markt wel. Ja. 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 Wat is jouw grootste inzicht geweest om zelf ook met vastgoed en beleggen aan de gang te gaan? Ik zie hier naast je een mooi, heel groot exemplaar staan van het boek Rijke Pa, Arme Pa. Klopt. Het meest veel besproken boek ook in deze podcast. Nou, zeg dat. Ja. Is dat voor jou de eye-opener geweest of is er iets anders? Ja, een van de eye-openers. Er zijn meerdere dingen die me enorm hebben geholpen.
ja, ik had in 2018 een eerste beleggingspand aangekocht samen met mijn vrouw. En mijn mindset toen was, ja, misschien kopen we over 5 of 10 jaar nog wel eens een keer een pand aan. Maar goed, toen kwam ik in contact met mensen die... ja, die een hele andere visie daarop hadden. Die werkte met vreemd vermogen, met hefbomen. Dus dit boek heeft mij zeker wel mede geïnspireerd. Heel belangrijk. Kijk, wat hij uitlegt over goede schulden, slechte schulden en het creëren van assets. Hè, dus bezittingen naast je bedrijf, naast je baan. Dat was natuurlijk een thema wat in die gesprekken heel veel terugkwam. Ja. Maar hij zet het op zo'n heldere manier neer dat het mij zeker heeft geïnspireerd. Maar wat mij verder heel veel heeft geïnspireerd, zijn gewoon de mensen om me heen verzamelen. In gesprek met mensen, heel veel netwerkbijeenkomsten bezochten, 2018, 19. Elk vastgoedevenement, of dat nou in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam was. Ik was het te vinden, want ik wilde gewoon snappen hoe iedereen dat nou deed. De ene kocht 3 panden aan, volgende kocht er 6 aan in een jaar. Ik dacht van, hoe doen die gasten dat, joh? Wat heb ik gemist? Ja. Ik stond ook wel eens voor de spiegel en dacht ik, joh Isaac, je bent afgestudeerd fiscaal econoom, man. Gast, als iemand het had moeten begrijpen, ben jij het wel. Maar dat zijn niet de dingen die je vanuit de schoolbankjes meeneemt. Nee. Dus dat is wel grappig. Dus dan ja, mensen zonder enige vorm van achtergrond op economisch gebied, kon ik enorm van leren op gebied van ondernemerschap en investeren. Dus ja, dat is leuk. Ja. Ja, zo kennen wij elkaar ook. Hè? Want je bent absoluut een bekende naam en gezicht in de beleggerswereld ondertussen. Inderdaad, van netwerkevents waar je ook regelmatig spreekt. Of podcasts zoals deze. Mm-hmm. Maar veel mensen zullen dit boek wel kennen of gelezen hebben. Maar nou ja, goed, jij hebt het wel daadwerkelijk ook geïmplementeerd. Zeker. Ja. Wat heeft daarvoor? Wat wil je meegeven misschien aan de mensen die het gelezen hebben, maar er nog niks mee hebben gedaan? Ja, ik denk dat het enorm belangrijk is om naast je bedrijf of naast je baan echt vermogen op te bouwen wat geld voor jou oplevert. Ik kom nog steeds ondernemers tegen die zeggen, mijn bedrijf is mijn pensioen. Ik vind dat echt een super gevaarlijke uitspraak. Want dan is dus niet alleen je inkomen van vandaag en morgen afhankelijk van dat ene ding. Maar zelfs op het moment dat je gepensioneerd bent, dan ben je dus afhankelijk van wat de goodwill van je bedrijf op dat moment oplevert. Ik denk van ja, het is zo belangrijk om je vermogen en je investeringen te spreiden over meerdere bronnen van inkomsten. En dat heeft mij echt getriggerd. Want mijn bedrijf ging goed. Hè, en het gaat nog steeds goed, gelukkig. Maar ik was een aantal jaar onderweg als ondernemer. Maar ik dacht wel van, hé, maar iets dat je gezinsinkomen is nog steeds van dat ene ding afhankelijk. En op het moment dat er iets met mij gebeurt of met het bedrijf, dan gaat je hele financiële huishouding onderuit. Omdat er dus eigenlijk maar één poot onder die tafel staat. Je bent gewoon te kwetsbaar. Ik was toen te kwetsbaar. En dat heeft mij echt gestimuleerd om te zeggen, nee, nu ga ik inzetten op het opbouwen van passief inkomen en vermogen. Helemaal los van mijn tijdsinspanning, los van mijn bedrijf. En natuurlijk, in het begin kost dat heel veel tijdsinspanning. Want dan heb je je bedrijf en daarbovenop ga je naar netwerkbijeenkomsten. Ja. Dan ga je panden onderzoeken. Kennis opdoen. Ga je iemand bijhalen die veel van vastgoed weet, terwijl ik dat op dat moment nog niet wist. Dus in het begin gaat het je tijd kosten. In plaats van dat je Netflix zit te kijken op de bank. Ga je helemaal vastbijten. Er is weinig passiefs aan dat passieve inkomen, toch? In het begin niet. Nee, dat klopt. Dus qua tijdbesteding gaat dat zo. Maar op de duur, dan, als je dat op de rit hebt, dan kost het heel weinig tijd om het op de rit te houden. En creëert dus heel veel vrijheid. Ja. Het creëert geld waarmee je een mooi leven kan hebben, waarmee je mooie dingen kan doen. Maar met dat geld kun je ook weer tijd kopen. Dus het stelt je ook in de gelegenheid om misschien minder te werken en je tijd anders in te richten. Dus in die zin creëert geld en passief inkomen creëert een enorme vrijheid. Ja. Zou je de rol van je bedrijf dan eigenlijk moeten zien als iets om een geldmachine, als je het goed doet en je houdt daar een beetje winst aan over, en dat vervolgens in privé te beleggen in andere geldmachines, zoals een vastgoedpand wat weer cashflow oplevert? Ja, zo zie ik het voor mezelf wel. En dat zou ook zeker mijn advies zijn aan ondernemers. Gebruik die onderneming als een cash cow. En natuurlijk, daar ben je niet meteen. Hè. Als je misschien net aan het pionieren bent, aan het ontdekken, aan het opbouwen, de eerste 2 jaar van een onderneming, dan gaat er misschien veel meer geld in dan dat eruit komt. Ik ben vastgoed ook gemerkt, hè, de eerste panden die je kocht. Nou, dan had je een aantal panden gekocht en er zat de helft nog in verbouwing. Toen dacht ik van ja, Isaac, dat vastgoed kost alleen maar geld. Hè? Hypotheken, makelaars, taxateurs, verbouwingen. Dus in het begin kost dat geld. Maar ja, dan is het toch belangrijk om die lange termijn visie voor ogen te hebben.
En daar ben ik nu ook, hè, qua vastgoed, dat levert elke maand gewoon fatsoenlijk geld op. En dat is met ondernemen ook zo. Het kan dus even zo zijn dat je in een opbouwfase zit. Dat er meer geld in gaat dan dat eruit komt. Maar uiteindelijk het lange termijn doel, denk ik, van dat zou moeten zijn dat die onderneming inderdaad die cash cow is. En ga dan alsjeblieft dat geld gebruiken voor investeringen. Jij zegt in privé, kan natuurlijk ook prima zijn in je holding. Ja, maar die valt buiten de risicosfeer van die onderneming. Gaat elders investeren en zorg dat dat assets zijn die voor jou... zorgen voor vermogensopbouw en voor passief inkomen. Zodat je meerdere inkomstenbronnen hebt. Exact. En nou ja, je kent ongetwijfeld de uitspraak... Één inkomen is één letter verwijderd van geen inkomen. Ja, dat is absoluut zo. Ja, ja, maar dat is grappig. Ik had het nog niet zo letterlijk gehoord, maar dat is wel echt zo. Want als je één inkomen hebt, dan ben je dus één stap verwijderd van armoede. En ja, ik kan je echt een voorbeeld geven. Ik heb met ondernemers aan tafel gezeten. Bij advocaten, recent nog. En dan zitten we de risico's over faillissement te bespreken. Dat zijn ondernemingen die de afgelopen jaren gewoon net zo'n miljoen winst schreven. Er kan zo snel kunnen de dingen veranderen in ondernemersland en in de ondernemerssferen. En dat ligt soms helemaal extern. Hè. Dat kunnen marktfactoren zijn. Dat kunnen andere factoren zijn. Kan ook met je gezondheid te maken hebben. En daarom is dat spreiden over meerdere inkomstenbronnen in mijn ogen echt cruciaal. Maar hoe verklaar dat dan dat heel veel mensen, ondernemers, maar ook mensen die in loondienst zitten, kennelijk met zo'n roze bril naar de wereld kijken en denken van joh, mij kan niks gebeuren. Die omzet, die winst die ik afgelopen jaar heb gedraaid, dat wordt alleen maar meer. Of mensen in loondienst die denken, joh, volgend jaar ga ik lekker promotie maken, krijg ik wat meer geld. Ik snap dat niet. Nee, ik... Nu snap ik het ook niet, terwijl ik denk zelf ook jarenlang zo geleefd heb. Ik ben zo opgevoed, ik ben met name zo gevormd qua scholing, denk ik. Dus je werkt hard, je spaart, je koopt een huis met een hypotheek hooguit. Hè. Als je al schulden gebruikt, die los je dan vervolgens weer netjes af. En je baan is je zekerheid. Ik denk dat toch het algemene beeld is in deze maatschappij. Ja. Wat zijn jouw grootste inzichten geweest van het vastgoed? Dat je dacht, jeetje, waarom heb ik dit nooit geweten dat dit mogelijk is? Ja, bedoel je qua lessen of qua succes? Ja, misschien allebei. Maar bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, je noemde net al de hefboomwerking. Dat je rendement op eigen vermogen gigantisch kan vergroten door veel met vreemd vermogen met andermans geld te werken. Ik kan me voorstellen dat er eentje is, maar misschien nog andere... Ja. Ja, dat is absoluut zo. Hè. Dat hefbomen, dat kende ik niet als zodanig. Het is natuurlijk wel dat je met vreemd vermogen zaken kan kopen. Maar dat je dan inderdaad, als je vreemd vermogen gebruikt... en dan moet je natuurlijk goed die risico's afwegen. Van passen de risico's bij je ook al in een dalende markt... in een periode van leegstand heb je dan andere inkomstenbronnen... dat je die risico's kan opvangen. Maar in de basis is dat een techniek die mij heel veel heeft opgeleverd. Dat klopt. Ja. Maar qua lessen ook. Ik bedoel, het eerste pand dat wij kochten... Dat was, dat had een winkelkantoorbestemming, zeg maar. Ook nog eens niet in de Randstad, maar daarbuiten. Wij begonnen, hè, mijn vrouw en ik begonnen eigenlijk met veel te weinig voorbereidingen en niet een hele duidelijke strategie. En gaandeweg kom je er dan achter dat als je zo'n pand wil herfinancieren, dat het in één keer heel lastig blijft. Dus ik had achteraf... Ja, omdat het zo'n combinatiepand is. Ja, een winkelkantoorpand, zeg maar, dat is gewoon veel lastiger te financieren dan een woning. Daar kwam ik pas gaandeweg achter. Terwijl, als ik bij de goede voorbereiding was begonnen, dan was het allemaal veel makkelijker geweest. Dus daarom zei ik eerder ook van, het is heel belangrijk om dat juiste netwerk om je heen te verzamelen. Mensen die verder zijn dan dat ik ben, dan dat jij bent. En dat je je daaraan op kan trekken. Ja. Mooi. Ik wil even over heel iets anders met jou. Wat ik heel mooi vind is dat jij echt in staat bent om je bedrijf en je vastgoedportefeuille te voorkomen dat op een gegeven moment een doel op zich wordt. Maar dat je het echt gebruikt als middel voor een groter einddoel. Dat het daar een rol in moet spelen. Wat is jouw doel? Waar moet jouw bedrijf en jouw vastgoedportefeuille voor zorgen? Wat is het grotere plaatje? Het grotere plaatje, ja. Ik vind sowieso ondernemerschap en investeren heel leuk. Hè. Dus aan zich krijg ik er wel heel veel plezier van. Het ondernemen, het pionieren, nieuwe dingen bedenken. In de gat springen waar ik eigenwijs zijn. In de gat springen waar ik kansen zie. Dus dat geeft me al heel veel voldoening. Hè. En daar ben ik nog steeds... Qua investeren ligt het zwaartepunt echt nog wel op vastgoed. Omdat ik daar gewoon heel veel lol uit haal. Maar het grotere doel is voor mij wel... gewoon het hebben van een mooi leven met mensen die me dierbaar zijn en met mijn kinderen, met mijn vrouw.
met vrienden, familie om ons heen. Maar ja, dat is ook niet het enige. Ik denk juist als je een stuk de wereld daaromheen mooier kan maken. Dat je je geld en je tijd kan inzetten om het leven van anderen. Om daar kansen in te creëren. Of daar een stukje liefde, compassie in te brengen. Ja, dat is gewoon goud. Ik denk dat betekent veel voor een ander. Maar het doet ook heel veel voor jezelf. Ja. Maar ja, heel veel mensen die zitten op een gegeven moment zo in die onderneming dat ze daar helemaal verslaafd aan raken of dat helemaal gewend zijn. Hetzelfde met vastgoedbeleggen is denk ik heel verleidelijk om maar, ja, heeft ook een verslavende werking. Veel mensen vinden het spel op een gegeven moment heel erg mooi. Ja. Dat je daar ook helemaal in door kan slaan en eigenlijk dat grotere plaatje helemaal uit het oog kan verliezen, toch? Ja, dat is zeker zo. Kijk, dat kan ook voor bepaalde periodes dat het heel druk is of dat er veel van mij gevraagd wordt. He, kan het even zo zijn, maar ik vind niet dat het een permanente staat van zijn kan worden, zeg maar. Maar dat ik structureel te druk ben in mijn bedrijf of met mijn vastgoed, dan wil ik echt voor de spiegel staan en zeggen van, wat is hier aan de hand? Want dan moet ik wel zoveel geld verdienen dat ik makkelijk de helft van mijn taken weer kan uitbesteden aan iemand anders. Dus dat je tijd weer terug kan kopen. Ja. Ja, precies. Dus, en ja, kijk, ik heb ook de voorbeelden gezien natuurlijk. Want ik refereerde eerder aan mensen die in 5 jaar een miljoenenbedrijf uit de grond stampen. En echt letterlijk voor miljoenen verkopen. En ik heb daar goede voorbeelden in gezien. Maar ik heb ook mensen die enorme offers brachten gezien. Ja, dus ik zag de ondernemers in mijn bedrijf voorbij komen. Die weliswaar heel succesvol waren als ondernemer. Maar dan enorme offers brengen op het gebied van gezondheid, van relatie, van gezinnen. Noem al die zaken van het aspect van het leven maar op, die voor mij heel belangrijk zijn. En dat is tegelijkertijd voor mij dan weer een spiegel. Dat ik denk van nee, maar dit is me echt niet waard. En hoe hou jij continu die balans? Ja, ik denk door regelmatig te spiegelen. Door ook eens juist uit te drukken en uit de situatie te stappen. Door te sparren met andere ondernemers. Door te kijken, hey, wat zijn mijn doelen? En dat ook te reflecteren bij goede vrienden om me heen. Misschien met coaches zo af en toe. Dat is voor mij heel behulpzaam. En wanneer is genoeg voor jou genoeg? Wanneer zit je op een punt van... Want ja, in ons netwerk ook veel mensen die graag belastingadvies. Dan denk ik altijd aan jou, omdat ik je een leuke gozer vind. Maar ook omdat je heel goed bent. Maar jij hebt dan wel eens tegen mij gezegd. En dat vind ik fantastisch om te horen. Van joh, Martijn, ik zit eigenlijk niet heel erg te wachten op heel veel nieuwe klanten. Het is wel goed zo. Ja. Ja, dat is soms wel lastig. Hè? Aan de ene kant, als ik naar mijn hart en mijn gevoel luister, dan denk ik van, ik wil iedereen helpen. Maar weet je, ik help ook mensen door ze misschien te koppelen aan mijn netwerk, aan de juiste persoon. Als jij een vraag hebt en ik denk van, hé, maar daar ken ik iemand voor die jou verder kan helpen. Dat is voor mij ook weer een ontdekking. Ik hoef niet alles zelf op te lossen in het leven. En daar hoor ik ook vaak hele goede terugkoppelingen op. Hè? Als ik iets zoek en jij geeft mij een tip van, joh, je moet daar zijn, dan kan het voor mij ook wel heel waardevol zijn. Dus dat is denk ik ook weer groei voor mezelf. De foutieve aanname die ik wel eens had van ik moet alles mezelf oplossen het leven, dat is ook maar een illusie. Nee, dat is gelukkig niet zo. Hè? Het is een kwestie van de juiste mensen om je heen verzamelen. Je hoeft echt niet alles zelf te doen. Nee. Je hoeft ook niet alles zelf te weten. Maar je moet wel de juiste mensen om je heen hebben. Ja. En dat is denk ik ook in vastgoed heel belangrijk, dat je gewoon jouw dream team om je heen verzamelt. Ja. Ja. Maar je vroeg net of van hoe hou je die focus, hè? Dat je niet allemaal zeg maar verzuipt in het ondernemen en investeren. Kijk, ik heb voor mezelf bedacht van, ik vind 3 dingen belangrijk als het om ondernemen gaat of als het om geld verdienen gaat. Dat is 1, gewoon een mooi leven hebben zelf met de mensen die me dierbaar zijn. 2, een stukje vermogensopbouw. En het 3 is een stukje kunnen geven en delen, zeg maar. En op het moment dat ik alleen maar aan het ondernemen ben en alleen maar aan het vermogensopbouwen ben, dan ben ik alleen maar op dat stukje ben ik bezig, zeg maar, van het schaakbord. En voor sommige momenten is dat in orde. Maar als ik vergeet om te genieten met mijn gezin en met mensen die me dierbaar zijn, en als ik nooit in staat ben, omdat ik altijd maar zo druk ben, als ik nooit in staat ben om te kunnen delen of te geven, op wat voor manier dan ook, dan vind ik het uiteindelijk nog armoede. Ja, dus dan kan je rijk zijn in financiële zin, maar alsnog heel arm zijn. Ja, ik ken mensen die hebben miljoenen letterlijk op de bank, maar die sparen van hun arm, weet je. Dan denk ik van, dan ben je toch gewoon straatarm. Wat doe je dan met je geld? Als je dan nog niet in staat bent om er zelf wat te genieten. Nou, maar doe er dan iets mee voor mensen die je dierbaar zijn. Of doe er dan iets mee om de wereld wat mooier te maken. Ik heb nu een aantal keer horen zeggen, de wereld mooier maken, geven, delen. Ja. We leven in een tijd dat een merendeel van de mensen in de maatschappij, nou ja, naar mijn mening, heel erg egocentrisch zijn en vooral aan zichzelf denken. Ja, ik ben heel erg benieuwd, Isaac, waar komt dat bij jou vandaan? Heb je dat meegekregen van huis uit? Of?
Ja, ik denk dat beide goed is. Hè. Het egocentrisch zijn in de goede zin van het woord is denk ik heel gezond. Hè, als je goed voor jezelf zorgt, dan pas kun je voor een ander zorgen. Hè. Als ik niet goed voor mezelf zorg, in die zin ik cijfer mezelf altijd mijn weg. Dat lijkt heel nobel, maar dat is echt funest. Dan gaat er gewoon een dag komen dat ik opgebrand, burn-out, in de goot lig of aan de rand van mijn bestaan. Ja. Dus goed voor jezelf zorgen en dat voor jezelf uitgaan in je leven, dat vind ik een hele gezonde basis. Daar kan ik echt niet duidelijk genoeg over zijn. Een gezonde vorm van zelfrespect, zelfliefde is denk ik heel belangrijk. En denk juist het gebrek aan zelfvertrouwen, aan eigenwaarde, dat een oorzaak is van heel veel issues, van heel veel problemen, van heel veel ellende. Dus alsjeblieft, zorg goed voor jezelf. En ik loop je zeker niet te verkondigen van cijfer jezelf altijd maar weg voor het grotere geheel. Maar dat geven, ja, een goede vriend van me zegt altijd van geven word je rijk. Ik vind het wel een grappige uitspraak. Dat is ook zo. Zo voel ik hem echt. Ik denk, als je alleen maar voor jezelf leest, dat vind ik uiteindelijk ook arm. Ik denk dat we met z'n allen en zeker... Ja, wij in het rijke Westen als ondernemers, als investeerders hebben ook echt een verantwoordelijkheid om de wereld om ons heen een stuk mooier te maken. Om misschien kansen te creëren voor die ander die anders niet gehad zou hebben. Ja, ja. Dus eigenlijk eerst of juist voor jezelf zorgen. Jezelf op de eerste plaats zetten zonder dat het egocentrisch is. Om daardoor voor andere mensen ook te kunnen zorgen. Ja. En daarmee impact te kunnen maken op de wereld. Ik denk als je niet van jezelf houdt, is het ook heel moeilijk om van de ander te houden. En dat kan wel zo lijken voor een tijdje. Maar als ik continu veel te hoge eisen aan mezelf stel, dan is het ook bijna automatisch zo. En ik denk zelfs onbewust, maar dat ik die eisen ook op jou ga projecteren. Die veel te hoge eisen. En dan ga jij me vroeg of laat teleurstellen. Dan gaan mensen in mijn omgeving, waar ik relaties mee heb, wat voor relatie dan ook, of dat aan mijn compagnons of mijn vrouw of mijn kinderen of werknemers of vrienden, die gaan me op een duur teleurstellen. Omdat ik zo gewend ben om die veel te hoge eisen aan mezelf te stellen en die ook aan de anderen te stellen. Maar zijn dat echt je eigen eisen of verwachtingen? Of zijn dat eisen of verwachtingen waarvan mensen die druk voelen van de maatschappij, hun omgeving? Ja, dat is een goeie. Ik denk dat laatste dat ook zeker een issue is voor veel mensen. En daarom is dat stukje eigen gereidheid, dat eigen wijsheid, dat stukje autonomie vind ik super belangrijk. Want als ik weet van hey, dit ben ik, dit zijn mijn talenten, dit is waar ik voor sta en dit is mijn pad. Ja, weet je, dan kan ik ook in de goede zin van het woord een beetje scheid hebben wat een ander daarvan vindt. Want als een ander zegt van joh, dat is niet het pad, dat is ongelooflijk wat je doet. Ja, dat is misschien voor jou ongelooflijk, voor jou misschien niet passend, maar voor mij is het super passend. Ik vind echt als ondernemer investeerder moet je die eigen wijsheid ook hebben. Want ik denk dat veel luisteraars dat ook herkennen. Als je gaat starten als ondernemer, als starten als investeerder en je gaat die plannen vertellen op een gemiddeld verjaardagsfeestje, dan ga je waarschijnlijk ongevraagd en ook nog goed bedoeld allerlei adviezen krijgen van mensen die zeggen dat pad moet je niet gaan bewandelen. Ga niet investeren, ga niet ondernemen. Er kan van alles misgaan onderweg. Die mensen die weten je precies te vertellen wat er allemaal misgaat onderweg. Maar als je dan vervolgens gaat vragen van, hey, hoe vaak heb jij dat pad eigenlijk al bewandeld voor ondernemerschap? Ja. Nee, daar begin ik niet aan. Dat is veel te spannend. Weet je wel? Dus dat is prima dat het voor hun te spannend is. Dat is ook geen waardeoordeel voor die persoon. Dat is kennelijk waar hij staat. Maar jij bent anders. Hè? Ik ben anders als ondernemer. Ik heb talenten als ondernemer. En een visie als ondernemer. En een droom als ondernemer. En daarom wil ik graag sparren en me omgeven met mensen die een positieve mindset hebben. Die al verder zijn dan mezelf. Die dat pad voor ondernemerschap hebben bewandeld. En daar kan ik van leren. En die kunnen me precies vertellen van Isaac, als je dat goed doet, let daar en daar en daar op. Maar die gaan niet mijn droom en talent en mijn visie onder het tapijt vegen en zeggen, begin er niet aan. Dat is echt doodzonde. Is dat meteen dan een les van als je advies aanneemt van anderen, neem er wel advies aan van mensen die al staan waar jij wil staan? Absoluut, ja. Omgeef je echt met mensen die verder zijn dan jezelf. Ja. Op wat voor gebied dan ook. Als je wil, ja, dat is toch zo, als je wil weten van hoe is het om kinderen op te voeden, ga praten met mensen. Met ouders. Praat met ouders die al 2, 3, 4 pubers hebben opgevoed en die misschien ook wel eens op hun bek zijn gegaan. Ja, ik denk een hele belangrijke. Maar ja, het is wel jammer dat we op scholen eigenlijk daar toch... Ik bedoel, mijn kinderen zitten nu op de middelbare school. Wat leren die nou over investeren? Wat leren die over geld? Wat leren die over relaties? Wat leren die over opvoeding? Het is allemaal in mijn beleving, zoals het me overkomt, toch allemaal vrij beperkt. Ja, en ouderwet. Ja, zo kun je het noemen. Dus je wil eigenlijk zeggen van ja goed, jouw werkelijkheid is niet de werkelijkheid van iemand anders. Dus laat Absoluut. Je daar ook niet door beïnvloeden wat mogelijk is of onmogelijk is. Dat bepaal je uiteindelijk zelf. Bepaal je absoluut zelf. Ja. Ja. Pak goed, de regie.
Ja, pak die regie. Moeten we dan niet ook een nuance aanbrengen tussen eigenwijs, wat vaak een al gezien wordt als negatieve eigenschap. Jij bent groot fan van eigenwijs zijn, zo te horen. Hartstikke mooi. En koppig zijn. Want koppig is natuurlijk misschien alweer dat je dan niet open staat voor coaching, ja, of feedback. Ja, ik denk dat dat de keerzijde is, ja. Dat probeerde ik in het begin ook te zeggen. Van, zolang je coachable en teachable bent. Ja. Dat vind ik voor mezelf heel belangrijk. Ik wil blijven openstaan en ook gewoon vanuit een gezonde manier, vanuit dankbaarheid leven. Niet vanuit een stuk eigenwijsheid of hoogmoed, maar gewoon vanuit een dankbare houding. Maar wel weten van hier sta ik voor en daar ga ik naartoe. Ja. En ik laat me niet zomaar van de wijs brengen. En als iemand al een heel andere visie heeft, dan vind ik het hartstikke interessant. Dan stel ik daar vragen over. Goh, hoe kom je tot zo'n conclusie en hoe kom je tot zo'n visie? Maar dat hoeft mij niet aan het wankelen te brengen. Natuurlijk kijk ik van, wat kan ik ervan leren? Kijk, er kunnen heel verschillende realiteiten naast elkaar bestaan zonder dat je elkaar voor gek verklaart. Jouw realiteit is niet meer waard en ook niet minder waard dan mijn realiteit. Terwijl het is wel een valkuil, denk ik, voor mezelf en voor veel mensen om je eigen realiteit tot absolute waarheid te verheffen. En dat als maatstaf te gaan hanteren. Maar dan ga je dus allemaal mensen om je heen verzamelen die op jou lijken. Terwijl het juist super leerzaam is om die andere kleuren mensen om je heen te verzamelen die heel anders het leven staan. Ja. Met andere waarden. Dus dat vind ik super inspirerend. En te horen van, ja, hoe kom jij dan tot die, ja, die visie? Klopt. Ja. Ja. Hey, je had het over een mooiere wereld of de wereld een stukje mooier maken. Hoe ziet dan jouw mening, wat is jouw definitie van een mooie wereld? Een mooie wereld, ja. Af en toe heb je wel eens de indruk dat dat ver weg is. Maar kijk, ik denk... Kijk vooral naar je eigen invloedssfeer. Je kan natuurlijk op basis van nieuws en social media kun je kijken naar allerlei wereldissues waar je mening waar je eigenlijk een beetje depressief wereldbeeld van krijgt en waar je ook weinig invloed op hebt. Ik stel mezelf altijd de vraag: hey, wat is mijn sfeer van invloed? Waar ligt mijn invloedssfeer waar ik wel impact kan hebben? En dat kan op allerlei verschillende manieren zijn. Waar kun je het leven van die ander een stukje mooier maken? Ik denk dat een mooiere wereld, dat klinkt meteen heel groot en heel erg abstract. Dan hoor ik mensen denken, ja, de wereld, daar heb ik geen invloed op, dus ik kan niks doen. Mm. Jij zegt van, maak je wereld eigenlijk kleiner, betrekken tot die impact sfeer, zoals je dat heel mooi zegt. Ja. Je gezin, of je partner, je vrienden, je buren, ik noem maar wat. Ja. En kijk wat voor een verschil je daar kan maken. Weet je, kan misschien niet de hele wereld veranderen, maar je kan wel de wereld veranderen van die ene persoon. En daar geloof ik absoluut in. En als iedereen die verantwoordelijkheid pakt, dat je de wereld van 1, 2, 3 personen echt een boost geeft, dat je daar een mooiere wereld van kan maken, dat kan gewoon een soort olievlek zijn. Ja, uiteindelijk heeft iedereen personen in zijn omgeving waar je invloed op hebt. Of je dat wil of niet. Jij hebt ook kinderen, ik heb ook kinderen. Ik heb invloed op mijn kinderen. Je kan je kinderen maken en breken. Je kan als ouder niet zeggen, ik heb geen invloed. Je hebt altijd invloed. De vraag is alleen, welke impact heb ik? Maar dat gaat over je eigen gezin. Maar ook daarbuiten kun je... kom je soms mensen tegen of situaties, of je het nou goed doet via goede doelen. Of dat je dat doet met tijd of met vrijwilligerswerk. Er is echt meer dan genoeg te doen. Ja, het zijn van die clichés. Hè? Van als iedereen één iemand zou helpen, dan zou de wereld er een stuk mooier uitzien. Maar het is wel hartstikke waar, denk ik. Ja, ik geloof er absoluut in. Ja. Ja. Hoe kan je dat geld en investeren, wat vaak ook weer als egocentrisch, materialistisch, noem het allemaal maar op, gezien wordt. Hè? Of in dat hokje gestopt wordt. Dan vervolgens weer gebruiken, net zoals je bedrijf gebruikt, om vervolgens te investeren. Om die wereld een stukje mooier te maken. Ja. Nou, ik kan bijvoorbeeld als voorbeeld uit ons eigen leven, waar we het ook even over hadden, is bijvoorbeeld pleegzorg. Wij hebben regelmatig de afgelopen jaren hele jonge baby's opgevangen in ons gezin. En als je een baby opvangt, dan heb je gewoon heel veel tijd nodig. Als mijn vrouw en ik allebei een 40-uurige baan hadden gehad, hadden we ons leven niet zo kunnen inrichten. En juist omdat we heel flexibel zijn en omdat mijn bedrijf ook doordraait als ik er zelf niet ben. En ik ook deels dat vanuit huis prima kan managen. Heb ik die flexibiliteit wel om dat te doen. En daarmee kun je wel impact hebben op het leven van dat individu. Hè, op het leven van het kind. En hopelijk via het kind ook op het leven van ouders. Dus voor ons is dat een passende manier om daar bijvoorbeeld hand en voet aan te geven. Ja, en dat is mede dankzij die investeringen, waardoor je weer vrijheid hebt, tijd terug kan kopen, zodat jij in staat bent om dat te kunnen doen. Ja, absoluut. Dat is
ja, uiteindelijk heb je toch heel simpel, hè, we leven in het Westen, je hebt gewoon geld nodig om je uitgaven te kunnen bekostigen. Dat is gewoon de simpele realiteit, of je dat nou leuk vindt of niet. Maar als je dus passieve inkomsten hebt, of dat nou je bedrijf is, of je vastgoed, of andere vormen van beleggingen, dan heb je veel meer keuzevrijheid. Dus dat soort zaken zijn uiteindelijk een middel om die vrijheid te kunnen betalen, zeg maar. Ja. Ja, laten we het even over die pleegzorg hebben. Want ik vind dat heel erg mooi en nobel dat jullie dat doen. Jullie hebben zelf al 4 kinderen. Dan kan ik me voorstellen dat de mensen zijn van, maar dat is wel genoeg. Hoe is dat zo ontstaan dat jullie daarvoor gekozen hebben? Of dat het op jullie pad gekomen is? Ja, goede vraag. Ik weet nog dat onze oudste... die was al half jaar oud, we hadden dus 1 kind. En toen dacht ik echt bij mezelf, hoe doen mensen dat met 2 kinderen, joh? Dat is toch niet te doen? Dus zo zie je ook hoe dat verandert. Dan, absoluut, hè? Ja. Ja, dat verandert zeker. En ja, je groeit als ouders in je rol. En het is natuurlijk ook zo, naarmate je kinderen ouder worden, dat ze zelfstandiger worden. Ik heb het eigenlijk al heel lang gehad. We hebben in 2011 al ons eerste pleegzorg terecht gedaan. Toen was er een kind van 10 jaar in ons netwerk wat opvang nodig had. En toen dachten we van nou prima, we springen daarop in. Die was toen wel ouder dan onze eigen kinderen. Dus daar zou ik wel minder snel nu voor kiezen. Maar goed, je ziet de nood en je denkt van let's go. We hebben plek, we hebben tijd, dus gewoon doen. Maar waarom zou je daar nu minder snel voor kiezen? Omdat die al in een andere fase zat dan je eigen kinderen. Dat je daar nog geen ervaring mee had? Ja, absoluut. Ja. Ja, dat is toch, dat is toch anders. Hè? Als je in één keer, stel je hebt in één keer een puber in huis, die hebt dat nog nooit gehad, loop je echt tegen andere vraagstukken aan. Dan dat je toch al een beetje ervaren ouder bent, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik heb met baby's of peuters of jonge kinderen eigenlijk, ben ik nauwelijks in situaties gekomen waarvan ik dacht, wat moet ik hiermee aan? Het is meer met instanties eromheen dat je wel eens denkt van hoe de hek kan dit mogelijk zijn dan met de kinderen zelf. Ja, ja, liggen daar vaak grotere uitdagingen? Of? Ja, vind ik echt. Ja, als ik kijk naar de afgelopen jaren, we hebben verschillende keren een jong kind in huis gehad. Maar alle contacten met ouders eromheen, met voogdij, met begeleiders, met meningen... die hebben mij meer tijd en energie gekost dan de zorg voor het kind zelf, ja. 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 Ja, maar er is geen reden om het niet te doen, voor mij althans. Nee, voor jou weegt dat toch nog steeds zwaarder. Absoluut. Ja. 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 Wat maakt dan dat je, dat zo mooi, of jullie, hè, moet ik natuurlijk zeggen, je vrouw en ook je andere kinderen. Ja. Want ik neem aan dat dat jullie ook aan hun vragen hoe zij daarin staan. We kijken zeker hoe ze erin staan. Hoe reageerden zij daar in eerste instantie bijvoorbeeld op? Ja, heel verrast. Ik weet nog dat toen een paar jaar geleden voor het eerst een baby kwam. Dat mijn oudste, die hadden gezegd, ja, er komt vanavond een baby. Die dacht van, joh, heb ik al zo vaak gehoord dat er een kind komt. Dat komt toch niet, want dan blijkt het toch weer niet nodig te zijn. Dan blijkt iemand in het netwerk van het kind te zijn die dan een rol kan vervullen. Maar ja, dat keer kwam het kind echt. Dus hij lag al te pitten. Terwijl de andere 3 voor het raam stonden te kijken. Dat is grappig. Dus die werd zo'n ochtends wakker. En, ja, dan was het gezin was het uitgebreid. Ja. Ja, voor de time being. Ja, ja, maar dat gaat hartstikke goed. Ja, het is wel intensief. Kijk, die situatie waar ik aan refereer, dat was een kind van 3,5 week oud. Waar op dat moment geen ouders in beeld waren. Wij kregen op vrijdagavond de vraag van, willen jullie zorgen voor het kind voor de komende weken? Ja, dat was op vrijdagavond, we gingen dat weekend op vakantie. Dus dan kijk je elkaar aan en denk je van, let's go, we hebben alle tijd, we hebben toch vakantie, dus we hebben geen afspraken. Dus we hebben toen gezegd van, dat kan. Alleen we gaan wel morgen op vakantie, dus we kan het er wel mee. We moesten er even de kinderrechter over beslissen, telefonisch. Maar ja, uiteindelijk kwam ze bij ons. En die 2 weken werd bijna een half jaar. Ja. Ja. Dat is ook onvoorspelbaar natuurlijk, dat je niet weet hoe lang zo'n kind in je gezin zal zijn, toch? Heel onvoorspelbaar. Zeker met crisisnoodopvang, wat wij dan doen. In principe kunnen 24/7 gebeld worden van, joh... we hebben hier een maxicotie gevonden. Of dat nou is bij een arrestatie. En er staat nog een maxicotie op de achterbank. Of wat dan ook.
Dan kun je natuurlijk alsnog nee zeggen, maar je krijgt wel de vraag van, kunnen en willen jullie dit kind opvangen? Vaak gaat dat dan om een periode van max 2 weken, maar in die 2 weken gebeurt er van alles. Er worden dingen geïnventariseerd, plannen, campagne gemaakt vanuit instanties daaromheen. En dan kan het zomaar een half jaar worden. En in dit geval hebben ze zelfs ook de vraag gehad van, kan het kind hier permanent blijven? Ja. Ja. En die is ook permanent gebleven uiteindelijk? Nee, die is teruggegaan naar ouder. Maar op dat moment was daar nog geen zicht op. Nee. Ja. Wat mij heel erg lastig lijkt, is aan de ene kant dat je het kind natuurlijk graag een thuis wil geven. En het zijn in jullie geval kies je ervoor om vooral jonge baby's op te vangen. Hmm. Ja, je gaat je daar aan hechten. Maar net zo snel en onverwacht als het kind waarschijnlijk in je gezin gekomen is, kan het ook opeens weer weggaan. Ja. Hoe ga je daarmee om? Daar valt ook niet altijd goed mee om te gaan. Dat is part of the deal. Je kan niet zeggen tegen een kind van ik ga me half hechten aan je. Dan moet je er niet aan beginnen. Zeker bij een baby. Ik bedoel, ja, die heb ik zoveel zeg maar huid op huid gedragen. We hebben heel veel, juist omdat hechting heel belangrijk is. En ouders op dat moment soms helemaal niet in beeld kunnen zijn. Of überhaupt niet zijn. Dan is zeg maar hechting cruciaal in die fase van het leven. Dus je zet, mevrouw en ik hebben daar maximaal op ingezet. Op een stukje rust, duidelijkheid, maar vooral hechting. Heel veel huid op huid contact. Dat soort zaken, heel veel geborgenheid. Dat zijn dingen waar we op inzetten in zo'n fase. Ja, en hechting werkt twee kanten op. Dus het kind hecht aan ons, maar zelf hecht je ook aan het kind. Ja. Dat kun je niet voorkomen. Nee. En dan is het wel, dat is echt wel de keerzijde. Daar, op het moment dat zo'n kind dan weer weggaat, of dat nou met een soort zachte landing is, dat je er afscheid van kan nemen. Of het gaat in, split second is overdreven, maar het kan vrij snel gaan wat je zegt. Dan heb je misschien wel een soort rouwproces. Dat je gehecht bent aan het kind, wat wellicht helemaal niet anders voelt dan je eigen kind. Ja. Nee, kan je echt aan een kind wat niet van jezelf is op dezelfde manier hechten en binden als je eigen kinderen? Ik heb het al zo ervaren. Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Ik denk dat ook leeftijdsafhankelijk is. Maar met zo'n heel jong kind. Ik heb op een gegeven moment wel gedacht van, oh, dat voelt voor mij niet anders dan mijn andere kinderen. En ik had niet gedacht van tevoren dat ik dat zou zeggen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus dat is verrassend. Dat is ook weer een ontdekking die je dan zelf doet. En ik weet ook niet, als jij hetzelfde proces had doorgemaakt, of je dat ook had gezegd. Geen idee. Ja, ik heb dat artikel gelezen wat jij gestuurd had. Over, er stond een artikel over jullie als pleegouders. Daar noemde je inderdaad wat je net ook zegt. Dat het een rouwproces voelt. Mm-hmm. Heb je daarna dan ook echt even nodig om dat te verwerken voordat je denkt van, nou, nu zijn we weer eraan toe om een ander kind op te vangen? Ja, ik zie wel dat het ook heel verschillend is. Bij mij kwam misschien die klap pas later of zo. Ik zit dan nog zo in het moment en in de hereniging. Ja. En dat bij mij misschien dat gemis pas later indaalde, of dat ik daar bewust van was. Terwijl mijn vrouw dat al veel inder had. Die emotie en een stukje rouwproces. Ja, even een slokje water. Ik vind het mega inspirerend dat jullie dat soort dingen doen. En ik vind dat ook een heel mooi voorbeeld van wat je dus door beleggen. Wat misschien als sommige mensen als jij, je bent een huisjesmelker of een pandjesbaas, kan doen. En dit zijn denk ik de verhalen die je te weinig hoort. Dus daarom ben ik blij ook dat je verhaal hier vertelt. Misschien even afsluitend, wat zou jouw boodschap zijn voor de luisteraars, voor de kijkers? Voor een steenrijk leven. Voor een steenrijk leven, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want, ik refereer daar al eerder aan, maar iedereen is op deze wereld gezet met een stukje talent, met een stuk visie, met een stuk droom. Denk ga eens terug naar je kinderjaren, waar droomde je van? Soms dat door allerlei zaken helemaal ondergesneeuwd. Maar als je dat weer terughaalt en je durft daar je tijd en energie en je focus op te zetten. En dat te gaan verwezenlijken, dan maak je dus de wereld voor jezelf in eerste instantie heel mooi. Want je gaat echt doen waar je talent ligt, waar je blij van wordt, waar je toegevoegde waarde hebt. Maar je gaat zien dat zo'n succes gaat worden, dat je ook de wereld om je heen daarmee ontzettend mooi maakt. Dus ik denk van, durf te leven in je talenten en laat niets of niemand je tegenhouden. En
ja, wat er voor nodig is, is dat je met de juiste mensen en om je heen verzamelt en de juiste omgeving dat je daarin beweegt. Hè? Als je in een omgeving zit waar mensen zitten met een bekrompen mindset, mensen die misschien negatief over je praten of denken, ja, neem daar afscheid van, de kapper mee. Gun jezelf een mooiere omgeving en omgeef je jezelf met mensen die in jou geloven, die in je talenten geloven, die misschien verder zijn dan jij en waar je echt aan op kan trekken. Ja. Dus gun jezelf gewoon het mooiste leven en dan ga je ook vanzelf de wereld om je heen mooier maken. Nou, dat lijkt mij een hele mooie afsluiting van deze podcast. Dank je wel. Jacques, mag ik jou hartelijk danken voor het delen van jouw verhaal hier. Zeker, dank voor de uitnodiging. Het is voor jou een flink stukje rijden. Ja. Dus dank je wel daarvoor. Jij weer bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Vond je dit een inspirerende aflevering? Doe de duimpje omhoog, deel deze aflevering met mensen in je netwerk, zodat we samen Nederland een steenrijk land kunnen maken en de wereld nog een stukje mooier kunnen maken. En dan zie ik jou heel graag weer voor een volgende week bij een nieuwe Zo Word Je Steenrijk. Tot dan! Superleuk dat je keek naar deze aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Kan je niet genoeg krijgen van deze podcast? Wil je meer financiële kennis hebben? Vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal. Doe dat duimpje even omhoog en laat een reactie hierachter onder deze video. Dan ben jij als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering voor jou online staat. En daarnaast help je ons er ook heel erg mee, zodat wij deze waardevolle en gratis content voor jou kunnen blijven maken. Ik zie je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.